Geachte aanwezigen, allen de allerbeste wensen en gezondheid voor dit nieuwe jaar. Mijn naam is Jan Mulder, ik ben waarnemend voorzitter van de gemeenteraad van Woudenberg en ik mag deze bijzondere raadsvergadering voorzitten voor de installatie en beëdiging van de nieuwe burgemeester van Woudenberg. Het doel waarom we hier zijn is dat mevrouw Jansen van Harte straks onze burgemeester is. Dat doel lijken wij te gaan halen. Nu alles in gereedheid is gebracht, de burgemeester is er en ook de commissaris van de Koning. En dat is heel gelukkig in deze tijd. Daarom verklaar ik deze vergadering, deze bijzondere vergadering, voor geopend. Alle hartelijk welkom op deze bijzondere raadsvergadering. Welkom in het bijzonder natuurlijk de commissaris van de Koning, de heer Oosters. En natuurlijk ook mevrouw Jansen van Harte. David, haar echtgenoot, en ook de kinderen, Veerle en Noortje, fijn dat jullie er zijn. Want zonder jullie gaat het vanmiddag ook niet lukken, dat gaan we straks wel zien. Welkom aan de leden van onze gemeenteraad en ook de leden van het college van ons mooie dorp Woudenberg. Dan een hartelijk welkom aan de overige genodigden, de ouders, schoonouders, andere familieleden, kennissen, vrienden, vriendinnen, welkom. Er zijn een aantal afmeldingen, de burgemeester van Midden van Roosendaal, die heeft zich afgemeld. En ook twee broers, als ik het goed heb. Aanwezig zijn de kinderburgemeester, Sarah Scholten, en die heeft haar ambtsketen zojuist ontvangen. En dat was de eerste officiële daad van onze nieuwe burgemeester. Dus dat was mooi om te zien. De kabinetschef, de heer Thomas, is aanwezig. De burgemeester Mets van Soest, welkom ook. En de burgemeester van Duin van Nieuwkoop, hartelijk welkom. En ik zie ook dat er iemand van de Griffie van Roosendaal aanwezig is. Fijn dat u allemaal bent gekomen en ook de kijkers en de luisteraars thuis. Van harte welkom. Ja, en dan zijn we hier met coronamaatregelen. Daarom zijn er een beperkt aantal genodigden. Graag hadden we dat natuurlijk heel anders gezien. Een zaal vol met genodigden, met muziek naar je hart. En vanavond een druk bezochte kennismakingsbijeenkomst en een nieuwjaarsbijeenkomst zoals dat gepland was. Helaas gooit corona roet in het eten. En kunnen we deze installatie alleen in beperkte kringen op 1,5 meter meemaken? Dat is dan maar zo, het is niet anders. En dat betekent helaas dat we na het sluiten van de vergadering meteen dit gebouw zullen gaan verlaten. En ik wil u ook vragen tijdens de bijeenkomst te blijven zitten. Applaudisseren mag natuurlijk wel. En aan de sprekers wil ik vragen, als ze gaan lopen, dat ze even het mondkapje opzetten. En tot slot nog even een laatste huishoudelijke vraag. Wilt u uw telefoon straks na deze bijeenkomst weer aanzetten? Ik denk dat ik dan zo de punten van het protocol wel gehad heb. En dan ga ik kijken naar de griffier, omdat hij het koninklijk besluit bij zich heeft waarbij mevrouw Jansen van Harte tot burgemeester van Woudenberg is benoemd. En ik verzoek aan de heer Klaas Wiesenekker of hij dit wil gaan voorlezen. En dat doe ik graag. En dat koninklijk besluit van 10 december 2021 luidt als volgt. Wij, Willem-Alexander, bij de gratie gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Besluit van 10 december 2021. Houdend de benoeming van een burgemeester in Woudenberg. Op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 2021... gelet op artikel 61, eerste lid van de gemeentewet, hebben goedgevonden en verstaan met ingang van 11 januari 2022 te benoemen tot burgemeester der gemeente Woudenberg, mevrouw M. Jansen van Harte te Soest. Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit. Getekend te Schravenhagen op 10 december 2021... mede ondertekend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat was het koninklijk besluit waarbij jij benoemd. Hartelijk dank, Klaas. Dat betekent dat we over kunnen naar het volgende punt.
En dat is de installatie en de beëdiging van Magda Jansen van Harte als burgemeester van Woudenberg. En ik kijk dan naar de commissaris en ik geef graag het woord aan de commissaris van de Koning, de heer Oosters. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dames en heren, leden van de gemeenteraad van Woudenberg. Burgemeester Jansen, beste Magda, David, Veerle en Noortje, familie, vrienden hier aanwezig, burgemeester Rob Metz, burgemeester Van Duin, met duidelijke reden voor zich, voor zijn stoel staand, want dat wordt straks toegelicht. De kinderburgemeester, Sarah, ontzettend leuk, ik was er net getuige van dat jij die prachtige ambtsketen kreeg omgehangen. Die was je nog toegezegd en je hebt hem nu om, dus je wordt overal herkend. En via de livestream alle vrienden en belangstellenden die deze bijzondere bijeenkomst bijwonen en volgen hier in Woudenberg. We zijn hier vanmiddag bijeen voor de beëdiging en de installatie van de nieuwe burgemeester van Woudenberg. Maar voordat ik hiertoe overga, wil ik een kort woord richten tot Yvonne van Maastricht. Maar waar zit Yvonne? Oh ja, je bent wel heel bescheiden achteraan gezitten, want ik zocht je. Graag het woord tot Yvonne richten. Sinds 1 juni 2021... heb jij het burgemeesterschap van deze mooie gemeente waargenomen. Je bent daarmee de tijdelijk opvolger geweest van Titia Knossen, die vorig jaar het ambt heeft neergelegd na ruim 9 jaar burgemeester te zijn geweest van Woudenberg. Beste Yvonne, je hebt jouw bestuurlijke ervaring, maar ook je mensenkennis en betrokkenheid ten volle ingezet tijdens deze waarneming. Hiervoor bestaat heel veel waardering. Waardering die ook al publiekelijk terecht is uitgesproken. Daar sluit ik mij ontzettend graag bij aan. Yvonne, enorm hartelijk bedankt voor jouw inzet voor de gemeente Woudenberg. En ik ga je straks een bos bloemen overhandigen, maar vanwege alle lopende beperkingen die we hebben, doen we dat logistiek op een moment dat ik bij jou in de buurt ben. Maar die bloemen krijg je met heel veel dank namens ons allen voor jouw waarneming. Daar mag best voor geapplaudisseerd worden. Dames en heren, Magda Jansen van Harte was nog maar net in functie als raadsgriffier van Roosendaal. Ja, ik moet het toch even aanstippen. Toen ze de overstap maakte naar deze gemeente. Dat heet kansen grijpen, wanneer die zich voordoen. En een droom najagen, wat je hebt gedaan. Fijn voor Woudenberg dat er een multitalent bij krijgt. Een politicologe, een bestuurskundige, maar ook een strategisch beleidsadviseur, een projectleider, een interim manager, een penvoerder, een kwartiermaker, een secretaris en een voorzitter. Iemand met een footprint in veiligheid, kinderopvang, onderwijs, ondermijning, huiselijk geweld, bibopbeleid. Daar hou ik het nu maar even bij, want een toespraak is uiteindelijk geen opsomming van een cv, maar indrukwekkend is het wel. Jouw cv laat een interessante waaier aan opleidingen en cursussen zien. Van crisisbeheersing tot wijs leiderschap. En wat ook interessant is, zal deze alleskunner, deze supernova, zich weten te ontpoppen als openbaar bestuurder. En ik neem iets, dames en heren, van de opgebouwde spanning op voorhand weg door deze vraag alvast met een vrijmoedig, maar ook een volmondig ja te beantwoorden. Beste Magda, de violist wordt dirigent. Je zet de stoute stap naar het burgemeesterschap. En dat is een heel speciaal ambt. Ja, een bestuursfunctionaris op gemeentelijk niveau. Dat is wel ongeveer de kortste en meest kale omschrijving die je kan terugvinden in de literatuur. Daar is natuurlijk lang niet alles mee gezegd. Het college van BMW heeft als taak de bestuurlijke uitdagingen beleidsmatig inhoud te geven. Aan de burgemeester is het
om deze processen te stroomlijnen. En dat vergt politieke sensitiviteit. En ook de inzet van bestuurlijke, politieke en maatschappelijke netwerken. Die moet je hebben en die moet je onderhouden. Van lijntjes naar Den Haag tot connecties met het lokale bedrijfsleven en met de verenigingen. Zolang alles op rolletjes loopt, blijft het werk van burgemeesters vaak wat in de luwte. De weldadige luwte zou je tegenwoordig bijna zeggen als je naar de taken van de burgemeester kijkt. Want bij bestuurlijk politiek zwaar weer wordt het al snel duidelijk waarom de burgemeester het boegbeeld van de gemeente wordt genoemd. Het boegbeeld duikt altijd als eerste de golven in. En dat het een keer zwaar weer wordt, dat is een zekerheid. Dat weten we inmiddels ook allemaal, overal en op elke plek op deze wereld. Maar ook specifiek in Woudenberg. Zo beleefde Woudenberg enkele dagen terug toch weer een angstige start van het nieuwe jaar. Kijk even naar burgemeester van Maastricht. Het centrum was decor van ongeregeldheden, ondanks cameratoezicht en ondanks de inzet van extra beveiligers. Polities en boa's werden bekogeld met zwaar vuurwerk en auto's werden vernield. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de orde te herstellen. Allemaal pijnlijk genoeg, dames en heren. Maar op dit soort momenten doe je als eerste burger wat nodig is. En je staat er dan ook alleen voor. Slagvaardig optreden om zaken weer in het gareel te krijgen. Krachtdadig optreden indien noodzakelijk. En dat terwijl je handen gebonden zijn aan regelgeving en politieke realiteit. Het is een niet geringe opgave in deze tijd. Een goede burgemeester verstaat de kunst om er te zijn voor burgers en ondernemers. En tegelijk de portefeuillehouders, de wethouders, alle ruimte te geven. Dit vereist een subtiele balans tussen zichtbaarheid en terughoudendheid. Een fijn afgesteld inschattings- en improvisatievermogen, daar komt het op aan. En dan ook nog eens, dat ambt staat zeker niet stil. Maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen, maar ook een herziene ambtsinvulling hebben geleid tot een veranderende rol van de burgemeester, zowel in het lokale bestuur als in de samenleving. Met name op het terrein waar we het net over hadden, van openbare orde en veiligheid, is het takenpakket fors uitgebreid. Vergeleken met het buitenland is het aantal bestuursrechtelijke bevoegdheden van Nederlandse burgemeesters uitzonderlijk groot. Het kan dus soms lastig zijn de balans te vinden tussen die bevoegdheden en ze gebruiken, enerzijds, en de rol van burgermoeder, boegbeeld en informele ombudsvrouw, wat je als burgemeester ook bent. Dat alles kan soms het ambt ook wat eenzaam maken. Kijk ook even naar de burgemeesters die hier in de zaal zitten. Maar Magda, mocht je af en toe een klankbord zoeken, weet dat mijn deur altijd open staat, maar ook die van je collega's hier in het Utrechtse. Misschien gaat Rob daar nog iets over vertellen, maar dat is ook echt zo. En dat is een groot goed en daar ben ik ook trots op. Maak daar gebruik van. Lange tijd was het ongebruikelijk om kandidaten zonder gerichte bestuurlijke ervaringen voor te dragen voor een burgemeestersbenoeming. Maar inmiddels rukt de kandidaat van buiten op. De zogeheten zij-instromer. Ja, dat is allemaal jargon, commissarissenjargon, maar echt, daar gaat het om. Gemeenteraden lijken in toenemende mate gecharmeerd van een burgemeester nieuwe stijl, die met een onbevangen blik de helmstok ter hand neemt. Iemand die fris is en niet een heel zwaar politiek of bestuurlijk verleden meetorst. Wat dit vooral oplevert, is meer diversiteit in het burgemeesterkorps. We zien gelukkig steeds meer vrouwen in het ambt. Maar ook meer mensen met een migratieachtergrond. Meer mensen, lokalo's, die in de lokale samenleving hun verdiensten hebben. En ook meer partijlozen. Het is tegenwoordig ook niet per se noodzakelijk om lid te zijn van een politieke partij. Of de burgemeesters van buiten ook de burgemeesters van de toekomst zullen zijn, nou, wie zal het zeggen?
Carrières verlopen volatieler dan vroeger. En mensen roleren vaker. Ik denk dat het ook goed is bij het burgemeestersambt. Maar Magda, ben jij goed beschouwd wel een zij-instromer? Weliswaar heb je geen verleden als raadslid of wethouder. Maar dat heeft ook gewoon te maken, misschien wel, met je leeftijd. Je jonge leeftijd, als ik daar iets over mag zeggen. Maar ooit moet je de eerste stap in het openbaar bestuur zetten. De sprong in het diepe wagen. En dat heb jij gedaan. Behalve fris en onbevangen bewijs je ook stoutmoedig, zelfverzekerd en besluitvaardig te zijn. Zo ben je op mij overgekomen. En dat is heel wat waard. Die bestuurlijke ervaring die groeit met de jaren. Daar zullen wij ook allemaal met elkaar getuigen van zijn. En laten we niet vergeten dat het in dit ambt ook om vooral algemene persoonlijke vaardigheden gaat. En die zijn bij jou rijk aanwezig. Het burgemeesterschap doet een beroep op alle aspecten in jezelf. Nog even over dat D-woord. Meer diversiteit in het ambt duidt erop dat we als samenleving beter en duurzamer gebruik maken van ieders talenten. Hoewel steeds meer vrouwen een hoge ambtspositie bereiken, is mevrouw de burgemeester nog lang niet de norm in Nederland. Wie denkt aan de burgemeester? Nou, ik denk het niet meer hoor. Maar ja, er zou nog wel eens in eerste instantie aan een man kunnen denken. Gelukkig is dat al lang niet meer zo. Landelijk schommelt het aantal vrouwelijke burgemeesters nog rond de 30%. Maar Utrecht heeft ook nog wat goed te maken. Voor de benoeming van Sharon Dijksma, jouw collega in Utrecht. De vorige benoeming in Utrecht, denk ik. Ik kijk even naar Bas, nadat jij hier benoemd bent. In december 2020 lag dat cijfer in de provincie Utrecht op een bescheiden 15%. Onze mooie provincie loopt niet voorop als het aankomt op vrouwen met een ambtsketen. Nog niet, dames en heren, zeg ik daarbij. Want we komen eraan. En een groot compliment aan u, gemeenteraad. Aan Woudenberg zal het zeker niet liggen. Dat hebt u bewezen met een waarnemend burgemeester en daarvoor een vaste burgemeester. Helemaal goed. Maar alle diversiteitsoverwegingen ten spijt. Uiteindelijk gaat het erom dat een burgemeester past bij de gemeenschap. En ik zie dat dat goed zit tussen Woudenberg en Magda Jansen. Beste Magda, Woudenberg is een prachtige gemeente die staat voor een mooie bestuurlijke uitdaging. Je zult de komende jaren aan de slag moeten in de rol als netwerker en verbinder. En dan is natuurlijk de rol als burgemeester die boven de partijen staat misschien wel het belangrijkste. Dat zal groeien. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken, want jij komt op mij over als benaderbaar en communicatief sterk. En je zal samen met de gemeenteraad van Woudenberg ook op een goede wijze de uitdagingen aangaan voor de financiële toekomst. Ik mocht nog speciaal van de gedeputeerde financiën zeggen dat hij onder de indruk was van de wijze waarop Woudenberg vlak voor kerst de discussie over de begroting heeft afgerond. Complimenten daarvoor namens gedeputeerde Robert Strijk. Dus dat wil ik ook nog graag meegeven. Dus dat is een mooie start. Ik verwacht dat je in staat zult zijn jouw stempel op het ambt te drukken. Hier in Woudenberg, precies in het midden van het land. Ook een regio waar je vandaan komt. Ja, behalve een sprong in het diepe, is het ook een beetje thuiskomen voor jou en voor je gezin. Magda Jansen, jongste burgemeester van Nederland, van harte gefeliciteerd. Ik wens je heel veel wijs leiderschap toe. Dames en heren, ik bedank de gemeenteraad en de vertrouwenscommissie voor al het werk en de zorgvuldige wijze die is verricht om tot de keuze van de burgemeester te komen. De procedure is vlekkeloos en goed en heel plezierig verlopen. Complimenten daarvoor. Het is goed om het plechtige moment van het afleggen van de ambtseed te delen met de gekozen volksvertegenwoordiging, u als gemeenteraad, en daarmee natuurlijk ook min of meer direct met alle inwoners van de gemeente Woudenberg. Graag wil ik nu overgaan tot de ambtseed, verwoord in artikel 65 van de gemeentewet. Burgemeester Jansen, beste Magda, wilt u hiervoor naar voren komen? Dames en heren, mag ik u vragen te gaan staan voor zover u daartoe in staat bent. Dank u wel.
wel. Burgemeester, ik lees zometeen de wettelijke eed voor het burgemeesterschap en ik vraag u daarop te antwoorden met de woorden: zo waarlijk helpt mij God Almachtig. Ik zweer dat ik, om burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Ik wil de commissaris van de Koning hartelijk danken voor de verrichtingen en dat hij er middelijkerwijs voor gezorgd heeft dat wij in Woudenberg weer een burgemeester hebben. Hartelijk dank. Burgemeester Namers, namens het college wil zometeen de wethouder De Kruijf u feliciteren. Daarna zal ook de voorzitter van de Vertrouwenscommissie namens de Raad, de heer Hardeman, u toespreken. Voordat dat gebeurt wil ik u als waarnemend voorzitter en nester van de Raad van harte en warm feliciteren met uw burgemeestersambt voor de Woudenbergse gemeenschap. En dat in de eerste plaats omdat u voor het eerst burgemeester bent geworden. In de tweede plaats omdat u burgemeester bent geworden van ons mooie dorp Woudenberg. En in de derde plaats natuurlijk omdat u nu de jongste burgemeester van Woudenberg bent geworden. Van harte gefeliciteerd. En dan geef ik nu het woord aan onze lokale burgemeester, dat is Pieter De Kruijf. Die zal tevens ook de overdracht van het ambtsketen ter hand gaan nemen. Ja, en dat kan hij niet alleen. En dan zal hij zometeen ook een beroep doen op Veerle en Noortje. Pieter, je hebt het woord. Namens mij allemaal enorm welkom in het bijzonder. Zal ik dat doen? Dan gaat het een stuk beter. Dankjewel. Ik dacht dat hij nog aanstond. Ook namens mij allemaal bijzonder welkom in het bijzonder burgemeester Jansen Magda. We zijn eigenlijk nu al collega's met elkaar. David en Veerle en Noortje, ook heel fijn dat jullie er zijn. En het is mooi en goed dat we vandaag weer een vaste burgemeester van Woudenberg mogen installeren. Dat is zojuist gebeurd.
Magda, de gemeenteraad van Woudenberg was enthousiast bij je benoeming. De lokale kranten en de social media waren lovend en je energie en enthousiasme spatten er werkelijk vanaf. Je gaf aan en je geeft aan Woudenbergs en de Woudenberger graag zo snel mogelijk te willen leren kennen. En onderdeel uit willen maken van Woudenberg. Dat gaan we dan ook doen. Dat beloof ik je. En geloof me, Woudenberg en de Woudenberg zijn top. Dat blijkt wel uit de vele vrijwilligers en maatschappelijke organisaties in Woudenberg en alle organisaties die we hebben. Voor nu blijft het even bij de aankondiging dat we dit met elkaar gaan oppakken. Dat jij Woudenberg leert kennen en dat Woudenberg jou leert kennen. Maar dat gaat zeker snel gebeuren. Voordat ik de keten als lokale burgemeester ga overhandigen, even kort wat over de geschiedenis van Woudenberg. Waar ga je toch heen? Woudenberg kent een hele mooie geschiedenis en die begon rond 1240 toen het moerassige land, waar we hier omgeving mee waren, werd ontgonnen en er langzaam een dorpskern ontstond. Gelegen in de Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug. Het wapen van Woudenberg bestaat uit 3 hanen. Je komt ze overal tegen en ik weet zeker, of je hebt het al gevraagd of je gaat het vragen, waar staan die 3 hanen voor? Wat betekent dat? Ik zag al hier daar op het gemeentehuis, net boven de deur, zie je ze ook al zitten en je komt ze echt glas en lood overal tegen. Ook wordt er in Woudenberg jaarlijks Haantjesdag georganiseerd, waar heel Woudenberg naar uitkijkt. Op de tweede zaterdag van juni een gezellige dag midden in het centrum waar jong en oud zich vermaken. Een verwijzing naar het wapen. En op deze dag staan overigens 2 andere hoogheden centraal in ons dorp. De Eierenkoningin en de Eierenprinses. Dus ook die ga jij ongetwijfeld ontmoeten. Nu het wapen. Het wapen van Woudenberg werd officieel door de Hoge Raad van Adel op 15 juli 1818 bevestigd en heeft als beschrijving, let op, zijnde van goud, beladen met 3 hanen, van zabel met kam en lellen van keel, staande 2 en 1. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parelen. Indrukwekkend, hè? Het wapen van Woudenberg. En waarom de 3 hanen, blijft dan nog steeds de vraag. Nou, onze vrijwilligers van Stichting Oud Woudenberg kunnen je dat ongetwijfeld veel beter vertellen dan ik. En ik raad je ook aan om dat binnenkort eens te benutten en met Oud Woudenberg aan de slag te gaan en daarover te hebben. Magda, in Soest heb je schitterende wandelingen gemaakt, onder andere in Soestduinen. Maar ook in Woudenberg kun je daarin je hart ophalen. Klompenpaden, fietsroutes, ze zijn er voldoende. En in de bossen, agrarische landschappen, de Grebbelinie en natuurlijk ook landgoed Den Treek-Henschoten, daar zijn de plekken waar je uitstekend kan ontspannen met je gezin en daar ook van genieten. En ook de piramide van Austerlitz. Daar zijn Veerle en Noortje vast al wel een keertje geweest. Ja, zijn jullie daar geweest? Mooie speeltuin en zo, en een hele hoge toren. En weet je, die staat ook in Woudenberg. Dat is ook apart, maar dat is ook een onderdeel van Woudenberg. Nou, het is wel een hele klim als je er naartoe gaat, als je hier gaat fietsen. Maar dat is ook vast een van de redenen waarom de Vuelta in 2022 ook door Woudenberg komt rijden. Dus ook nog iets om naar uit te kijken met elkaar. Ik hou het kort. Alvorens ik dus als loco-burgemeester de keten op de corona-wijze aan jou mag overhandelen, wil ik je mede namens de collega-wethouders Anita en Marleen van harte welkom heten en je een hele fijne tijd wensen in Woudenberg. En we kijken naar uit om dat samen op te pakken. Mag ik jou naar voren vragen, maar ook Veerle en Noortje. Zo, en dan ga ik jullie vragen om, maar ja, dan moet ik dat op deze manier doen, dat is ook wat, hè? Dat is de keten. Om die op te pakken. Volgens mij hebben jullie al een keertje geoefend, hè? Ja. En die bij mama om te hangen. Kijk eens. Zo. Ik zou nog even deze weghalen, dat het plaatje nog mooier wordt. Dan zet ik hem wel voor mij. Dan moet hij nog niet.
En dan krijg je ook van mij nog een hele mooie bos bloemen. Je komt niet tekort vandaag, denk ik, als ik dat allemaal zo zie. Hartelijk dank, meneer de Kruijf, voor uw verrichting en uw goede woorden. De burgemeester gefeliciteerd met dit feit dat u nu de ambtsketen van Woudenberg heeft ontvangen. En volgens mij was u al bezig om hem goed om te hangen. Ik kreeg de indruk dat u keek wat voor en achter zat. En ik denk dat u het wapen van Woudenberg nu voor u draagt. Klopt dat? Kijk, mooi. En het wapen van de koninklijke familie staat aan de achterkant. En die wordt bij koninklijke verrichtingen, dat is zelden, want dan gaat de burgemeester dat laten zien. Dus dat is mooi dat u zo deze eerste keer deze goed gebruikt. Namens de vertrouwenscommissie van onze raad zal de heer Harman als voorzitter van de vertrouwenscommissie nu het woord voeren. Ik wil hem uitnodigen om dat te gaan doen. Burgemeester Jansen, beste Magda, namens de Woudenbergse Raad en dus als vertegenwoordiging van onze inwoners mag ik je van harte feliciteren met het burgemeesterschap van Woudenberg. En ik feliciteer Woudenberg met haar nieuwe burgemeester. Graag wil ik je hartelijk welkom heten in ons mooie dorp. En na het vertrek van Titia Knossen is het ambt van burgemeester met passie, wijsheid en gevoel voor verbinding waargenomen door burgemeester Yvonne van Maastricht. En tijdens de laatste raadsvergadering hebben we hier al bij stilgestaan. En we wisten dat burgemeester van Maastricht het ambt tijdelijk zou waarnemen. En wij in de tussentijd op zoek zouden gaan naar een nieuwe burgemeester. En als vertrouwenscommissie is dat best een intensief traject geweest. Gesprekken met de commissaris en de kabinetchef, het opstellen van een profiel, gesprekken met diverse kandidaten, onderlinge gesprekken binnen de vertrouwenscommissie en uiteindelijk een voorkeurskandidaat. En de Raad van Woudenberg stemde unaniem met dit voorstel in. En ik zal het moment dat ik het blijde nieuws aan je mocht vertellen, je begint al een beetje te lachen, nooit meer vergeten. In mijn huidige functie bij de Rabobank heb ik regelmatig te maken met het afwijzen van kandidaten, maar ook gelukkig met het aannemen van nieuwe collega's. En vertellen dat iemand de job heeft is natuurlijk altijd een leuk moment. Maar de uitingen van de gelukkigen in kwestie zijn heel divers. Zo ook bij jou. Want die van onze burgemeester was voor mij tot en met heden de mooiste en de meest bijzondere. Je nam op. En ik gaf direct aan dat ik sprak met de jongste burgemeester van Woudenberg, van Nederland. En je verwacht dan uiteraard een blije reactie. Verbazing, emotie, noem maar op. Maar beste aanwezige, ik hoorde helemaal niets. Sterker nog, ik dacht dat even de verbinding verbroken was. En dan duren 5 seconden best lang. De verbinding was niet verbroken. Maar je was even helemaal sprakeloos. Vervolgens waren er hele mooie emoties en herpakte je je pijl snel en was je weer volledig bij. En dat kenmerkt je. Uit de gesprekken die we als vertrouwenscommissie hebben gehad, werd duidelijk dat jij jezelf blijft en dat je verbinding maakt, je vasthoudend bent, maar ook ruimte geeft. En ik ben er zeker van dat je een burgermoeder zult zijn in de Woudenbergse samenleving, waar je verhaal bij kwijt kunt, die zich zal mengen in de Woudenbergse samenleving. Maar je zult ook een burgemeester zijn die knopen doorhakt, moeilijke besluiten neemt en duidelijk is. En dit alles met de juiste sensitiviteit. Maar deze stap naar burgemeester zet ook je leven op je kop. En niet alleen dat van jou, maar ook van David en de kids. Niet minder leuk, maar wel anders. Anders leuk dus eigenlijk. En met name voor de ouders van David is het ook wel even slikken, denk ik. Een loopje naar de buren wordt nu een ritje naar Woudenberg. Ik ben geen ervaringsdeskundige, maar het zal soms ook wel een eenzaam beroep zijn. De commissaris gaf het al aan.
Hoe reflecteer je nu? Wie houdt er nu een spiegel voor? En je ontmoet veelal leuke en interessante mensen, maar ook wel eens mensen die er echt heel anders in staan. En andere waarden hebben dan jij, waar jij voor staat. Het is ook een hele diverse job. Het kan van een crisissituatie gaan naar het ontvangen van een minister. Van een gouden jubileum naar een gezin met veel verdriet. Je zult heel veel leren en uiteindelijk gaat het om wie je bent en wat je uitstraalt. En de gemeenteraad van Woudenberg heeft er alle vertrouwen in dat je die verbinding zal maken in Woudenberg en met de Woudenbergers. We heten jou met je gezin nogmaals van harte welkom en wensen jullie een hele mooie tijd toe in jullie nieuwe dorp. En om alvast een klein beetje sfeer te proeven van Woudenberg, mag ik je een aantal lokale producten aanbieden. Heel veel succes, plezier en bovenal alle wijsheid toegewenst. Hartelijk dank voor je toespraak, je bijdrage en de warme woorden waarmee je de burgemeester welkom hebt geheten. Dankjewel, Michel. We hebben denk ik nu ook de laatste verrichting gezien van de vertrouwenscommissie en daar wil ik graag nu van de gelegenheid gebruik maken om jullie als vertrouwenscommissie, alle leden van de vertrouwenscommissie en natuurlijk ook hun voorzitter, Michel, hartelijk te bedanken voor het vele werk wat jullie samen voor ons als raad, als woordvoerders voor de gehele raad hebben verricht. En ja, laten we dankbaar zijn dat dit het eindresultaat mag zijn. Hartelijk dank voor jullie inzet. Dan geef ik nu het woord aan een burgemeester uit de gemeente Soest, waar Magda vandaan komt. En gaat uw gang, meneer Metz. Tja, dames en heren, het zal je maar gebeuren. Ik mocht jarenlang samenwerken met de supergetalenteerde vrouw Magda Jansen, nu de jongste burgemeester van Nederland. Is al gezegd. Maar wat nog niet gezegd is, het is de tweede burgemeester Jansen in Utrecht. De naam van de collega uit Zeist is de langst zittende burgemeester van de provincie. Die spel je weliswaar anders. Maar als je burgemeester Jansen zegt, heb je in één adem de jongste en de langst zittende genoemd. Als vertegenwoordiger van de burgemeesterskring mag ik je nu welkom heten in deze warme Utrechtse groep. En zoals gezegd, ik ken uw burgemeester nu al vele jaren. En ik wil de gemeente Woudenberg feliciteren met hun keuze. Een superwarme burgermoeder met een werklust waar je u tegen kan zeggen. En we zullen elkaar nog best vaak tegenkomen, Magda. Want Woudenberg is een belangrijke deelnemer aan de regionale samenwerking Amersfoort. We zullen elkaar spreken in het districtelijk veiligheidscollege, het regionaal veiligheidscollege, het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Utrecht, de algenoemde kring van burgemeesters en bij tal van gelegenheden die bij ons prachtige werk horen. Veel is niet nieuw voor je. De spelers in het veiligheidsdomein, zeg maar de wettelijke taken van de burgemeester, die ken je. Politieke handwerk is wel nieuw, maar zolang als ik je ken, heeft het jouw belangstelling gehad. En als voorzitter van de Raad en College moet je weliswaar nog wat meters maken, maar je kennende zal dat wel snel gaan. En ik wil u als Raad van Woudenberg en voor de toeschouwers van de installatie langs deze digitale weg toch nog een kort inkijkje geven in de persoon van Magda Jansen. Ze kijkt nu lelijk. Ze weet als geen ander dat je als burgemeester dag en nacht moet klaarstaan als de samenleving daarom vraagt. En ze heeft mij jarenlang op alle mogelijke momenten van de dag en de nacht daarin gesteund. En ik moet u een bekentenis doen. Het is wel misschien een beetje mijn schuld dat ze hier nu als uw burgemeester staat. Ik neem u
even mee. Tijdens een van onze eerste overleggen, ik denk dat ze weet waar ik heen ga, was Magda het niet eens met een besluit dat ik nam, omdat het strijdig was met haar advies. En ik heb haar toen uitgelegd dat het haar voorrecht was om mij te adviseren, maar dat het mijn voorrecht was als burgemeester om besluiten te nemen. En ze was er echt boos over. Want ze had toch het best denkbare advies uitgebracht. Ik ben zelf best wel een direct mens. Degenen die mij kennen weten dat. En ik wilde verder met de agenda in gesprek te worden. En als je het anders wil, moet je zelf maar burgemeester worden. Want totdat het zover is, ben ik dat en neem ik de besluiten. En zo zie je maar, hier staan we. Maar ik wil wel het verhaal afmaken. Want tekenend voor Magda was dat ze 2 uur later, toen mijn agenda even ruimte gaf, stond ze weer voor de deur. En haar woorden, dat ging geloof ik niet echt goed net, hè? En we hadden toen wel de tijd om te sparren over de vele aspecten waar een burgemeester rekening mee moet houden. En dat is typerend voor uw nieuwe burgemeester. Ze staat voor haar zaak en is altijd bereid om te luisteren en te leren. Het was de basis voor een enorm wederzijds respectvol samenwerken. Ik geloof niet dat ik daarna overigens ooit nog afwijkend heb besloten of zelfs heb willen besluiten op een advies. Ik vond het oprecht jammer dat ze misschien wel naar aanleiding van mijn woorden burgemeester wilde worden en daarom ook aanvullende werkervaring wilde opdoen. Als mens en professional is uw nieuwe burgemeester een kanjer. U heeft het oprecht getroffen met haar, maar dat kan ik beter anders formuleren. U heeft gewoon een uitstekende en weloverwogen keuze gemaakt. Want in de paar gesprekken die een vertrouwenscommissie kan voeren is het moeilijk om een persoon echt te doorgronden. Bij Magda Jansen is dat wat makkelijker, want je krijgt wat je ziet. Maar ik denk dat haar burgermoederrol haar ook uitstekend zal passen. Met warme belangstelling voor de mens, een passie voor cultuur en vrijwilligerswerk, weet ik dat u het goed gezien heeft toen u haar voordroeg als uw burgemeester. En natuurlijk zal ze nog moeten wennen aan Woudenberg. Ik ken u als zelfbewuste gemeente die goed weet op te komen voor de belangen van de Woudenbergers. Woudenberg is zelfstandig en verdient dat. Maar Woudenberg kan niet solitair bestaan. U ligt op het snijvlak van de Food Valley, de Utrechtse Heuvelruggemeente en de regio Amersfoort waar u deel van uitmaakt. En dat geeft ook bijzondere verplichtingen in het slaan van bruggen tussen deze regio's, terwijl u gewoon uzelf moet blijven. Als u uw nieuwe burgemeester een goede opdracht meegeeft, kan zij uw belangen goed vertegenwoordigen. Ze is een kundig onderhandelaar, weet ik uit ervaring. Regionale samenwerking zal in de aankomende periode belangrijker worden dan ooit. Het gisteren aangetreden kabinet blinkt in het regeerakkoord niet uit in warme gevoelens voor gemeenten als medeoverheid. En alleen als wij gezamenlijk optreden richting kabinet, maken we kans om onze gemeenschappelijke belangen goed te behartigen. Zelden zal een beëdiging van een burgemeester zo sober zijn vormgegeven als vandaag. Dat is jammer, want het doet af aan de vreugde van het aanvaarden van het ambt. Maar ook andersom doet het af aan de behoefte van de samenleving om kennis te maken met hun nieuwe burgemeester. En vergis je niet, Magda, heel Woudenberg is nieuwsgierig naar hun nieuwe burgemeester. Ze hebben belangstelling voor je als mens, maar zeker ook naar jouw invulling van het ambt. Dat zal winnen zijn. Ik spreek uit ervaring, want als je in de spiegel kijkt, ben jij nog dezelfde als gisteren. Maar anderen zien je anders. Je hebt een belangrijke leiderschapsrol gekregen en dat geeft ook grote verantwoordelijkheid. En jouw inwoners zijn nieuwsgierig hoe jij er invulling aan geeft. Ze zijn belangstellend naar wie je bent en verwachten heel veel van je. Je bent collegiaal, de commissaris zei het al, welkom bij al jouw 25 collega's van onze Utrechtse kring voor advies en een goed gesprek. Want om het verhaal rond te maken, er is maar 1 burgemeester van Woudenberg en dat ben jij. En ik kan nu slechts 1 van jouw adviseurs zijn. Dankjewel. Meneer Metz, dank u wel. Dan heeft de burgemeester Van Duin van de gemeente Nieuwkoop gevraagd om het woord te mogen voeren. En het woord is nu aan meneer Van Duin. Die was tot vandaag de jongste burgemeester van Nederland. Kijk goed naar hem.
even de ruimte pakken. Zo. Ja. Voorzitter, dank. Fijn dat ik vandaag ook even het woord mag voeren. Geachte leden van de gemeenteraad, college van BMW, commissaris van de Koning, de kinderburgemeester, familie en vrienden. En natuurlijk iedereen die meekijkt, alle inwoners van de gemeente Woudenberg. Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe burgemeester. Laat ik daar maar eens mee beginnen. En natuurlijk mevrouw de burgemeester, van harte gefeliciteerd. Voor jou natuurlijk de grootste felicitaties. Want jij mag vanaf vandaag het bijzonder mooie ambt van burgemeester vervullen. In het hart van ons land, is net al gezegd, hier in de gemeente Woudenberg. En als echt burgemeester zeg ik dan de op één na mooiste gemeente van Nederland. Dat begrijpt u natuurlijk. En vanaf vandaag ben jij niet alleen burgemeester, je bent ook nog eens de jongste burgemeester. En daar staat het bewijs, de rode lantaarn. En dat betekent dus ook, als je de jongste burgemeester bent, mag je deze vanaf vandaag ergens een mooi plekje geven. Op je bureau of in de vensterbank of waar dan ook. Ergens waar die goed zichtbaar is. Dat heb ik in ieder geval de afgelopen 2 jaar wel gedaan. Want de afgelopen 2 jaar heeft deze rode lantaarn in mijn vensterbank gestaan. Direct naast mijn bureau. En naast dat het best een eer is om de rode lantaarndrager te mogen zijn, is het ook altijd een handige ijsbreker. Iedereen die op mijn kamer kwam voor een gesprek, begon daar eigenlijk gelijk over. En soms was dat, bent u echt de jongste burgemeester? En soms zeiden kinderen ook nog wel eens van, maar die was toch altijd grijs? Dan zei ik, nou, geef het een paar jaar. En dan is dat ook zo. En mensen vroegen, is dat echt de rode lantaarn en bestaat die echt? Ja, beste mensen, hij bestaat echt en hier staat hij. Veel mensen vroegen mij ook naar het ontstaan van die rode lantaarn. Hoe zit dat nou met die traditie? En hoe is dat nou zo gekomen? En tot een paar weken geleden moest ik ze het antwoord op die vraag eigenlijk schuldig blijven. Natuurlijk, ik kon wel iets vertellen over de traditie van het doorgeven van de rode lantaarn aan de volgende jongste burgemeester. Maar de details over het ontstaan van, ja, die moest ik ze eigenlijk schuldig blijven. Maar u begrijpt, dames en heren, ik kan natuurlijk niet na 2 jaar tegen die lantaarn aangekeken te hebben in Woudenberg aankomen zonder het complete ware verhaal van de lantaarn te kennen. Dus ga er maar goed voor zitten. Ik heb dat namelijk uitgezocht en ik heb gebeld met een van onze voorgangers, namelijk Sander Schelberg. Nu burgemeester van de gemeente Hengelo, maar in 2002 geïnstalleerd als burgemeester van de toen nog gemeente Schermer. En hij was destijds ook de jongste burgemeester van Nederland en de rode lantaarndrager dus. Alleen in deze tijd nog zonder deze mooie lantaarn. Destijds was het nog vooral een titel, zonder dat daar daadwerkelijk een lantaarn bij kwam. Wat wel het gebruik was, was dat er voor de opvolger, degene die de jongste burgemeester werd, altijd een mooie opdracht werd verzonnen. De één na jongste burgemeester gaf de jongste burgemeester bij zijn of haar installatie een opdracht mee. Het was soms een hele serieuze, soms een minder serieuze en soms een hele belangrijke. Zo kreeg burgemeester Schelberg bij zijn installatie van burgemeester Han Polman, toen burgemeester van Noordwijkerhout en nu commissaris van de Koning in Zeeland, de opdracht om die spreekwoordelijke rode lantaarn om te zetten in een daadwerkelijke, echte, fysieke rode lantaarn. En ja, dat is deze lantaarn. En dit is dus nu al 20 jaar de wisseltrofee voor de jongste burgemeester. En ik kan u vertellen, daar liggen ze in de gemeente Schermer, denk ik nog wel eens wakker van. Sommigen daar. Het zit namelijk zo. Sander Schelberg had de opdracht gekregen om die rode lantaarn te regelen. En hij dacht, nou, dat ga ik wel een keer doen. Maar wat hij alleen van tevoren niet wist, was dat de nieuwe jongste burgemeester al vrij snel na zijn aantreden kwam. Namelijk na een maand of 5 werd de nieuwe jongste burgemeester van ons land benoemd. En toen dacht hij opeens, oei, ik moet nog een rode lantaarn regelen. Maar dat kwam goed uit. Hij was namelijk op werkbezoek bij de Stichting tot Behoud Oude Landbouwwerktuigen van Schermer. Onthoud goed. En daar bij die stichting zag hij ergens in de hoek
op een tafel een heel aantal klassieke rode lantaarns staan. En hij zag zijn kans schoon en vertelde aan de mensen van de stichting dat hij precies zo'n lantaarn zocht voor de jongste burgemeester. En hij vroeg zich af waar ze die vandaan hadden en of hij misschien zelf ergens eentje zou kunnen kopen. Dames en heren, nog geen week later stond het voltallige bestuur van de stichting in vol ornaat op de stoep van het gemeentehuis. Ze wilden namelijk de burgemeester een cadeau aanbieden. De rode lantaarn. Met daarop in mooie witte letters: de rode lantaarn voor de jongste burgemeester van Nederland. Stichting tot behoud oude landbouwwerktuigen Schermer. Stond er allemaal op. Sander Schelberg was natuurlijk wel wat overdonderd, want dit was nou ook weer niet helemaal niet de bedoeling. Hij wilde natuurlijk gewoon eentje zelf kopen en voor betalen, maar nee, deze was voor hem, voor de burgemeester van de Stichting tot behoud van landbouwwerktuigen Schermer. Waar gaat u hem neerzetten, burgemeester? Hij krijgt wel een mooi plekje, toch? Nou, zei Sander, ik ga hem volgende week doorgeven aan de nieuwe jongste burgemeester van Nederland, Arjen Gerritsen. Nou, beste mensen, dat had het bestuur van de stichting niet helemaal verwacht en ook niet helemaal goed begrepen. Hun mooie lantaarn, volgende week alweer weg. Hij was toch voor onze burgemeester? Nou, wie weet krijgen ze in Schermer ooit weer eens de jongste burgemeester van Nederland en keert de rode lantaarn terug. Maar voorlopig blijft hij gewoon hier, bij jou, in Woudenberg. Bewaar hem goed. En wat misschien ook wel leuk is aan dit verhaal, want los dat het gewoon een leuk verhaal is, zit er ook wel een mooie les in voor burgemeesters, vind ik. Onderschat nooit de impact die je hebt als burgemeester. Als je ergens naartoe gaat en je zegt, oh, dat is leuk, dat ziet er mooi uit, dan krijg je het ook. En als je dat dan al doet, weet dan in ieder geval zeker, geef ik je mee, dat je het niet die week daarna weer weg hoeft te geven. Een mooie les. Het verhaal van de jongste burgemeester heb ik voor je opgeschreven. Het verhaal van de rode lantaarn. Die heb ik in een mooi lijstje gedaan. En ik hoop dat je vanaf nu dat bij de rode lantaarn door kan geven, zodat niemand zich meer hoeft af te vragen waarom er nog steeds op staat anno 1940. Het staat er bijvoorbeeld op. En nog wat geheimen van de rode lantaarn heb ik daar voor je opgeschreven. Kan je nog een keer rustig doorkijken en meegeven. En wat ik eigenlijk stiekem ook wel heel leuk vind aan dit verhaal, is dat de Stichting tot behoud van landbouwwerktuigen Schermer hiermee ook nog wel de credits krijgt die ze verdient. Want het was hun lantaarn. Maar let op, dit was nog niet jouw opdracht om dat door te geven. Want dat mag ik natuurlijk ook nog doen. Ik heb mij een klein beetje verdiept in de gemeente Woudenberg. En ik las al iets over de hanen inderdaad. Dus dat was een mooi verhaal. Maar ik las nog iets. Jullie hebben namelijk in september ook een heel leuk, festival. Namelijk een Shanti-festival met Shanti-koren. En ik begreep, maar misschien, ik zie iedereen heel moeilijk kijken. Ik hoop dat dat nog steeds zo is. Anders moet de Wikipedia geüpdate worden. Maar daar staat dat het georganiseerd wordt door de poortzangers. Lijkt mij hartstikke leuk om eens mee te maken. Maar wat mij eigenlijk nog veel leuker lijkt, is dat jullie nieuwe burgemeester op deze mooie dag een liedje meezingt met een Shanti-koor. Met de rode lantaarn. Om hem op een mooie manier in de gemeente in te wijden. Nou, hoop ik niet dat er voor die tijd alweer een nieuwe is. Een nieuwe jongste burgemeester. Niet hier. Dus burgemeester, ik kijk uit naar uw optreden en ook naar het lied dat u uitkiest. Ik sluit af en ik wens jou heel veel succes, plezier en wijsheid in dit mooie ambt. In de op één na mooiste gemeente van Nederland. Er is mij de laatste tijd ook vandaag nog door journalisten gevraagd van, heb je nog tips voor de nieuwe jongste burgemeester van Nederland? En eigenlijk hou ik daar niet zo van om tips te geven, maar ik heb er toch één. En dat is misschien wel de belangrijkste. Je mag fouten maken. Dat weet je natuurlijk, want ja, iedereen maakt fouten en iedereen mag ook fouten maken. Maar knoop het toch goed in je oren. Het is een hele belangrijke, denk ik. En bij mij in Nieuwkoop is men gek van schaatsen. En bij schaatsen weet iedereen, van jong tot oud, dat je alleen een goede schaatser kunt worden als je eerst leert om te vallen.
Vaak zacht, maar soms zul je ook flink onderuit gaan. Dat is helemaal niet erg. Je wordt er namelijk een veel betere schaatser van. En in ons geval hopelijk een nog betere burgemeester. Veel plezier. Dank u wel, meneer Van Duin. En ook, we gaan zien wat de opdracht voor Woudenberg gaat opleveren die u meegegeven hebt aan de burgemeester. We gaan het laatste woord geven van sprekers aan onze kinderburgemeester. En ik wil vragen of Sarah Scholten met haar vader naar voren wil komen, zodat Sarah iets tegen de nieuwe burgemeester kan zeggen. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Sarah Scholten en ik ben sinds 25 november de nieuwe kinderburgemeester van Woudenberg. Ik vind het heel leuk dat ik nu bij de installatie mag zijn van de nieuwe burgemeester van Woudenberg. Bedankt dat ik hiervoor ben uitgenodigd. Ik zal eerst iets over mezelf vertellen, zodat u, de nieuwe burgemeester, mij vast wat beter leert kennen. Dat is natuurlijk wel handig als we elkaar nog wat vaker moeten zien. Dit jaar was de Grisval aan de beurt om de kinderburgemeester te kiezen. Ik was een van de kinderen uit groep 8 die het leuk vond om het te worden. In de klas vertelden we waarom het ons leek om kinderburgemeester te worden en waarom we het gewoon goed zouden kunnen doen. Ik vertelde dat ik vooral kinderen het woord wilde geven in Woudenberg. Ik hoop dat kinderen uit Woudenberg weten dat als ze een idee hebben wat ze graag willen veranderen in Woudenberg, ik dat heel graag hoor. En wie weet kunnen we er dan wat leuks mee doen. Mijn maatje Hassan, die voor de gemeente werkt, heeft met mij besproken hoe we komend jaar kunnen zorgen dat alle kinderen uit Woudenberg hun ideeën kunnen delen. Maar het gaat vandaag natuurlijk niet over mij, maar over de nieuwe burgemeester. Dus wil ik burgemeester Jansen heel veel succes, maar vooral heel veel plezier toewensen. Ik hoop dat we elkaar vaak tegen zullen komen bij leuke activiteiten die komend jaar gepland zijn binnen Woudenberg. Bijvoorbeeld tijdens de Nederlandse Schoonactie in maart. Om dan samen met kinderen en volwassenen uit Woudenberg te helpen rommel op straat en in de natuur op te ruimen. Dat heb je mooi gedaan, Sarah. Dank je wel. Heel mooi. Ik mag zo dadelijk overgaan tot het overdragen van de voorzittershamers. Dat zal ik zo meteen op gepaste wijze op afstand laten gebeuren. Maar eerst mag ik nog enkele woorden tot de burgemeester spreken. Uw liefde voor muziek heeft mij geïnspireerd om te gebruiken in deze woorden. En dan denk ik aan de muziek waarvan u houdt. Dat is klassieke kwaliteit en stijlvol. En het heet Bach. U had vandaag graag live een quintet hier laten optreden. En dat is jammer genoeg. Kan dat niet. U had het graag gewild. En waarom is het mooi om te kijken naar muziek? De burgemeester, uw verbinding die u heeft met muziek is erg mooi. Om in die stijl van muziek te blijven, kan ik iets over leiding geven en samen organiseren zeggen.
door iets te zeggen over een symfonie. En dat in woorden. Wie opzoekt waar het woord symfonie vandaan komt, ziet dat het iets te maken heeft met samen doen. Met geluid, met klanken, met een goed samenspel, met harmonie, met elkaar de goede noten spelen, leren spelen. Een symfonie is een compositie door een aantal instrumenten tegelijk worden gespeeld. En overigens kan een symfonie ook een solo-partijen bevatten. Een compositie is dan ook een hartelijke inzet en een goede poging tot het creëren van orde in chaos. En ik denk dat de vergelijk met politiek dan heel snel gemaakt is. Want wat denk je dan na afloop van een vergadering of een bespreking als je naar huis fietst of loopt? Als er iets is besproken en besloten, hoe heeft het geklonken? En wat gaat er na deze klinken door dit besluit of deze woorden? En net zoals het in de repetitie gaat, zullen er hier en daar best eens wat valse noten gaan klinken, burgemeester. En dat mag ook in een repetitie. En we moeten niet de illusie hebben, ik hoor het straks ook al een spreker zeggen, dat alles in één keer goed gaat. En dat hoeft ook niet, want anders leert u niet. En dat willen we graag. Maar bij een uitvoering mag natuurlijk wel wat verwacht worden van het publiek. En dat weet u als muzikale familie als geen ander. En de gemeenschap mag dan meer verwachten als in de repetitie. Wij hopen als gemeenschap en als bestuur van Woudenberg dat het slotakkoord wat u eens zal spelen nog heel lang op zich zal laten wachten. Dat u gezondheid, kracht en wijsheid ontvangt om door te bouwen aan dit mooie, toekomstbestendige Woudenberg. Wij vertrouwen erop en verwachten dat uw galmen goed in het gehoor liggen, lang tot ons gehoor zullen blijven klinken. En net zoals u in het NRC van 28 maart vorig jaar zo treffend verwoordde vanwege corona, daarin gaf u aan dat u graag in uw muziek, en wij hopen dat u dat, en wij verwachten ook dat dat gaat gebeuren, gaan samenwerken in goed samenspel, daarvan genieten en net als bij muziek maken wat u zo graag doet, zodat er... Dat we er allemaal van blijven genieten en er weer naar uitzien om te blijven genieten. Vanaf heden zal in Woudenberg een nieuw orkest optreden met een nieuwe compositie. En de vraag is, wordt het een toontje hoger zingen met de nieuwe dirigent? Burgemeester, u mag nu met de hand aan de ploeg aan de slag voor ons dorp. Voor ons gemeenteraad, voor ons college, in uw nieuwe ambt. En het werken in ons mooie Woudenberg. En wat mij betreft in vol vertrouwen. Tot slot, om de genoemde thema's die ik gehoord heb en zojuist gesproken te verbinden, heb ik een cantate gevonden die is gecomponeerd en geschreven, maar dat weet ik niet, door Bach. En het is uit de BWV, dus de Bach-verzamelwerken, het 29e kantate, wie danken dier, het 5e deel. Deze is door Bach uitgevoerd op 27 augustus 1731, ter gelegenheid speciaal voor het nieuwe stadsbestuur toentertijd. Tijdens die bijeenkomst werd gedacht aan de wisseling van het stadsbestuur. En ter gelegenheid daarvan voerde hij deze kantate Bach dus uit. En de tekst hiervan was een gebed tot zijn schepper voor het stadsbestuur. En ik citeer de tekst en ik wens u die ook toe. Gedenk ons, o schepper, met uw liefde. Zegen hen die ons regeren. Zegen hen die ons besturen. Zegen hen die ons beschermen. Zegen hen die ons leiden. Zegen hen die gehoorzaam zijn. Tot zover het citaat uit deze kantate van Bach. U heeft al gehoord dat het niet gaat van top naar top. U zult ook eenzame momenten hebben of zwaar weer. En dan wens ik u toe, als dat gaat gebeuren, bij gezondheid, dat u nog aan deze woorden steun en moed mag putten. Burgemeester, ik
verzoek u naar voren te komen, zodat ik de voorzittershamer aan u kan overhandigen. Ik zal dat doen met gestrekte armen. De voorzittershamer heeft, heb ik het vage vermoeden dat ze iets wil gaan zeggen. En ik wil ook vragen en verzoek doen of u de leiding van de vergadering van me wil overnemen. Gaat u gang. Beste Woudenbergers, college, raadsleden, commissaris van de Koning, kabinetchef, kinderburgemeester, griffier, vrienden, familie, andere gasten en iedereen die hier ook live mee is verbonden. Dat ik hier sta, vind ik een grote eer. Daarom wil ik allereerst de gemeenteraad hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen. Het ambt van burgemeester is mij ontzettend dierbaar. Wat een voorrecht dat ik het nu zelf mag gaan uitoefenen in het prachtige Woudenberg. Zonder de hulp, inspiratie en aansporing van een heel aantal mensen stond ik hier niet. Het noemen van namen vind ik altijd wat gewaagd, want ik wil natuurlijk niemand passeren. Maar toch ga ik het doen. Om te beginnen uiteraard mijn man David en mijn lieve dochters Veerle en Noortje. Ook hun leven staat momenteel behoorlijk op zijn kop. Maar hun trots en steun zijn hartverwarmend. Tegelijkertijd houden ze mij met twee benen op de grond. Datzelfde geldt voor mijn lieve familie en vrienden. Zij kennen mij enkel als Magda en weten mijn valkuilen haar fijn te benoemen en voorzien mij regelmatig van goede raad. Als het gaat over het burgemeesterschap was Rob Metz, burgemeester van Soest, mijn eerste leermeester. U heeft daar zojuist al het nodige over vernomen. Maar ook de burgemeesters van Tilburg, Roosendaal, Baarn en Maastricht droegen bij aan het feit dat ik nu burgemeester ben. Zij zijn stuk voor stuk burgemeesters die mij inspireren. Ieder op hun eigen manier. De onverschrokkenheid van Rob Metz. De onvermoeibaarheid van Theo Weterings. De daadkracht van Han van Midden. Het natuurlijke gezag van Mark Roel. En de authenticiteit van Annemarie Pen. Ik hoop dat ik een stukje van hen allen mag uitdragen in mijn burgemeesterschap voor Woudenberg. Ik heb twee grote liefdes. Cultuur en openbaar bestuur. En vanavond komen deze samen hier in Sport en Cultureel Centrum De Kamp. Waar het, zo ik heb begrepen, normaal bruist van de activiteiten, voorstellingen en lezingen. Vandaag blijft het podium helaas leeg. De geplande muzikale omlijsting van deze installatievergadering kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Die moet u er maar bij denken. Hopelijk komt er snel meer ruimte om elkaar weer te ontmoeten, zonder afstand en de dingen te doen die voorheen zo gewoon waren, zoals uit eten gaan, naar theater of concert, sporten, winkelen of naar de kerk. Als klein meisje mocht ik een muziekinstrument uitkiezen. Ik kom uit een gezin waar het niet de vraag was of je iets ging spelen, maar wat. Ik kende iemand die altviool speelde en viel als een blok voor het instrument. Een bijzonder soort viool, met haar warme klank en die extra lage snaar. Ik vond het mateloos fascinerend. Ik wist toen niet dat het heel ongebruikelijk was om gelijk met altviool te starten. En ik moest verplicht een jaar gewoon viool spelen. Nou goed dan, als ik dan maar zo snel mogelijk de overstap kon maken naar altviool. Want daar lag mijn hart. En als ik iets wil, doe ik er alles aan om het voor elkaar te krijgen. De altviool past mij als een jas en weerspiegelt mijn persoonlijkheid. Warm, niet per se op de voorgrond, maar wel de onmisbare verbinder tussen de meer solistische instrumenten als de cello en de viool. Primair gericht op samenwerking en toch ook een beetje anders dan anderen. De underdog misschien ook wel. Als altviolist moet je namelijk heel stevig in je schoenen staan. Er zijn ontelbaar veel moppen waarbij het erop neerkomt dat men ernstig twijfelt aan het kunnen van een altviolist. Het maakt me niet uit. Want wat een ander ervan vindt. Ik ben een trotse altviolist en bespeel het instrument van mijn kleine meisjesdroom met passie. En dat is ook hoe ik het burgemeesterschap wil vervullen. Met trots en met passie om het beste te doen voor Woudenberg.
Graag blijf ik nog even in muzikale sferen om u mee te nemen in mijn visie op het burgemeesterschap. Ik zie veel parallellen tussen het ambt van burgemeester en het werk van een dirigent. Een dirigent staat met naam en toenaam op het affiche en krijgt vaak de eer. Maar het draait om het orkest. Het draait om het team. De dirigent presteert bij de gratie van het orkest en werkt samen met orkestleden toe aan een optimale uitvoering. Een dirigent durft richting te geven, het orkest mee te nemen, te inspireren en neemt verantwoordelijkheid. Staat voor het orkest, letterlijk en figuurlijk, ook bij tegenwind. Dat is hoe ik mijn burgemeesterschap zie. Als een dirigent die dienend leidt en die weliswaar op de voorgrond staat, maar vanuit die positie er vooral op is gericht de ander te laten floreren. Die niet bang is om bij te sturen, het voortouw te nemen en koers te bepalen. In alle facetten van het burgemeesterschap is de zorg voor de samenleving mijn drijfveer. Als burgemeester zie ik het als mijn plicht in alles wat ik doe zorg te dragen voor een veilige, leefbare en plezierige samenleving. U kunt erop rekenen dat ik voor u sta, dat ik voor Woudenberg sta. Daarom wil ik samen met u optrekken. Want één ding weet ik zeker, ik heb geen toverstaf en mijn invloed reikt niet ver genoeg om in mijn eentje alle uitdagingen waar Woudenberg voor staat aan te pakken. Een van die uitdagingen voor komend jaar is de viering van Oud en Nieuw in Woudenberg, die echt anders moet. Het woord traditie zag ik voorbij komen als gesproken werd over hoe het eraan toe ging bij de Nieuwe Poorten. Bij een traditie denk ik vooral aan oliebollen eten en elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar wensen. Niet bij het doelbewust belagen van agenten en boa met levensgevaarlijk vuurwerk, het vernielen van auto's en het mishandelen van een goedwillende ondernemer die voorkomt dat een brand verdere schade aanricht. De kracht uit de samenleving om dit te veranderen is daarvoor onmisbaar. Wij zullen hier met elkaar tegenop moeten staan en ik neem daarin graag het voortouw. Zodat een jaarwisseling in Woudenberg een avond en een nacht wordt waar het hele dorp trots op is. Het is vaak makkelijk om te bedenken wat een ander zou moeten doen om bij te dragen aan die veilige, leefbare en plezierige samenleving. Maar daar hebben wij maar slechts beperkt invloed op. Waar wij wel invloed op hebben, is op ons eigen handelen. En hoe klein een gebaar ook mag lijken, het kan van grote betekenis zijn. En wie kon dat beter onder woorden brengen dan de recent overleden aartsbisschop van Zuid-Afrika, Desmond Tutu. De man die jarenlang streed tegen onrecht en toch gekenmerkt bleef door zijn stralende, schaterende lach en onverbeterlijk optimisme. Hij zei, vrij vertaald, doe jouw kleine goede daden in jouw omgeving. Het zijn die kleine goede daden die tezamen de wereld overspoelen. Zeker in deze tijd zijn wij vaak aangewezen op de kleine dingen in onze directe omgeving. Laten wij omzien naar elkaar. Houd moed, heb lief. Samen maken wij Woudenberg en ik ben met liefde uw burgermoeder en kijk er naar uit om hier te gaan wonen en het dorp, haar inwoners en ondernemers en alles wat Woudenberg rijk is, nog beter te leren kennen en samen met mijn gezin onderdeel te worden van de Woudenbergse samenleving. Dank u wel. En dan rest mij niets anders dan hierbij de vergadering te sluiten. Nou, burgemeester, dat gaat u goed af. Hartelijk dank voor deze mooie, waardevolle woorden. Ik ben ervan overtuigd dat onze inwoners blij zullen zijn met deze woorden. En gesproken worden door u, hartelijk dank. Dan zijn we bij de sluiting, zoals de burgemeester al zei. Wij kunnen de burgemeester op gepaste afstand feliciteren bij het verlaten van de zaal.
En ik wil u ook vragen, wilt u direct na de felicitatie zo spoedig mogelijk het pand verlaten, zodat iedereen veilig het pand kan verlaten in verband met de COVID-maatregelen? Ik wil ook alles kijkers en luisteraars thuis hartelijk danken voor hun belangstelling, ook al was het op afstand. En dan is bij deze het officiële gedeelte afgesloten. Hartelijk dank voor uw komst. Wel thuis allemaal.